Jumbo gaat de winkelorganisatie fors reorganiseren. Functies zoals afdelingschef en eerste verkoper vervallen. En dat betekent dat 4500 medewerkers die nu nog zo'n baan hebben, opnieuw moeten solliciteren naar een andere baan binnen Jumbo. Of daarbuiten natuurlijk. De vakbond FNV Handel heeft weinig op met al die plannen. Dat vinden wij belachelijk. Zeker omdat de medewerkers moeten solliciteren op functies. Medewerkers werken al jaren en dan moeten ze gaan solliciteren op functies dat wellicht lager ligt dan ze nu werkzaam zijn. En dat vinden wij niet kunnen. Jumbo heeft jullie ook al een toelichting gegeven op de plannen. Wat hebben ze zelf gezegd? Jumbo zegt dat alle banen die boventallig zijn verklaard, dat er nieuwe banen voor in de plaats komen. En dat in principe iedereen kan blijven werken bij de Jumbo. Maar dat betwijfelen wij. Jullie hebben een toelichting gekregen van Jumbo. Heeft Jumbo ook aangegeven welke banen er komen te vervallen en waarom dat gebeurt? Ja, de banenafdelingschef en eerste medewerkers verdwijnen. Dit komt omdat ze meer op de klant willen richten. Dus ze gaan de organisatie inrichten op de commerciële kant en op de planmatige kant. Waardoor mensen zich kunnen specialiseren in waar ze willen werken. Dus in de commercie of in de planmatige kant. Ja, er gaan dus een aantal banen, althans functies, vervallen. En die mensen kunnen wel bij Jumbo blijven werken, maar moeten dan solliciteren naar, ja, naar wat? Ze kunnen solliciteren naar een functiegroep hoger of wellicht een functiegroep lager. Het principe solliciteren naar een bedrijf waar je al werkt vinden wij al belachelijk. En sowieso moeten werknemers niet akkoord gaan met een lager salaris, want dit kan Jumbo niet eenzijdig beslissen en zeker geen OR. Zijn er al veel mensen die gereageerd hebben bij jullie? We hebben tientallen mensen die al contact met ons hebben opgenomen, die in deze situatie zitten en die zich zorgen maken over hun baan bij Jumbo en over hun arbeidsvoorwaarden. Want denken jullie ook dat er mensen zijn die echt hun baan gaan verliezen? Jumbo zegt zelf van niet, dus wij gaan ervan uit dat dat niet gaat gebeuren, maar uiteraard zijn we daar wel bang voor. Want? Ik heb een krantenartikel gelezen van de CFO van Jumbo en daar staat dat 10% wellicht een lagere functie krijgt of een functie elders. Meer supermarkten zijn bezig met met zo'n reorganisatie. Alleen de tijd waarin het gebeurt in corona, waar supermarktmedewerkers geen CAO hebben en heel hard werken, is een beetje ongelukkig gekozen, vinden wij. Uiteraard hebben we Jumbo ook gevraagd om een toelichting te geven op de forse reorganisatie, maar daar wilde Jumbo niet aan meewerken.